Afgelopen donderdag in het parlement, tijdens het vragenuur met betrekking tot de navolgende onderwerpen, de volksgezondheid, de veiligheid, maar zo ook de energie- en watertarieven, gaf VHP-parlementariër Cedric van Samson aan dat het integriteitsvraagstuk een belangrijke rol speelt bij het Korps Politie Suriname. Voorzitter, het integriteitsvraagstuk is heel belangrijk. Omdat willen we dat de samenleving mee moet werken met de politie, mag het gevoel niet bestaan bij de samenleving dat if migiwan tip sumana arover, as kotunanga arover is do in a sem VIP in a party. Waar praten we over, voorzitter? Waar praten we over? Dus wanneer we het integriteitsvraagstuk bekijken, is het van belang dat de burger weet, minister, via u, voorzitter, dat de informatie die de burger doorspeelt aan de politie, dat het niet morgen bij diezelfde rover is om te weten wie die informatie heeft doorgespeeld. Want voorzitter, via u aan de minister, bij ons veldbezoek laatst aan de Henneweg hebben wij gesprekken gevoerd met de mensen, waarbij zaken gezegd zijn waarbij je afvraagt, voelt de burger zich nog veilig om informatie door te spelen aan de politie? En dan is er een integriteitsvraagstuk dat moet worden opgelost, ja voorzitter. Want dan gaan we daarmee ervoor kunnen zorgen dat die Surinamer alvast veilig voelt om die informatie door te kunnen spelen, voorzitter. Ik heb gemerkt dat enkele voorstellen die al gedaan zijn in eerdere vergaderingen, ik zie de minister van Justitie schrijven, waarbij er gevraagd werd om de leden van KPA bij te betrekken in de roadblocks. Ik ben blij te horen dat dat gelukkig mee is geroemen. Voorzitter, ik zal ook even uitleggen waarom. Voorzitter, namide mij kartapa dek, we liep nen tapu unet napseasan. Wanneer de politie zijn werk doet in het veld en die man een roadblock heeft opgezet, is het die ambtenaar van KPA die in die auto kan kijken en zeggen van hey, hoe draaien we dat tap extra, want een man dat die. En dikwijls, voorzitter, wanneer dat gebeurt, stuit de politie werkelijk op maskers, boeien, tie-raps, is het werpvruchten af, voorzitter. Er zijn modellen die nu geïmplementeerd worden door deze minister, waarbij ik merk dat er wat structurele verandering komt. Maar die integriteit, als dan dat otande wat probleem heeft, een burger nog maar rekent op als go-to. We'll be right back.